Ik ben heel erg blij met mijn besneden piemel. Wat gaat het me brengen? Wil ik blijven of wegrennen? Ik ben benieuwd wanneer je een opperwezen wil zijn. Nee. Al die ambities, die hebben me onlangs inderdaad genekt. Ali B. komt zo binnen. De bekendste Marokkaan van Nederland. Begonnen als rapper, maar inmiddels zoveel meer. TV-presentator, coach bij The Voice, een eigen theatershow, reclames. En hij is ook nog vader. Hoe doet hij dat allemaal? Ik vind hem wel sympathiek. Al weet ik soms niet zo goed wat ik van hem moet denken. Is hij nou een charmante bedrieger met mooie praatjes? Of wil hij echt iets? Heeft hij een plan? Hoe oprecht is Ali Bouali? Hey, tijgertje. Hey. Zo. Leuk dat je er bent, man. Hey. Hoe voel je? Ik voel me goed. Ja? Maar jij, hoe is het met jou? Ik vind het spannend, man. Ja? Ja. Waarom vind je het spannend? Ja, nu pas eigenlijk. Nu ik hier zo binnenkom, denk ik, ja. Ben je bang dat ik iets raars met je ga doen? Zover heb ik nog niet eens nagedacht. Ja, daar hou ik wel rekening mee, maar... Ja, weet je, ik heb ook zo te denken. Eigenlijk ben jij wel een soort van idool van mij. Hè? Niet in alle opzichten, denk ik. Maar wel toch op een of andere manier. En het voelt toch alsof ik, ja, weet je wel, dat ik nu met jou, jij opgescheept zit met een fan. En dat jij niet weg kan. Dat idee heb ik een beetje. Ik heb de kleuren van mijn kinderen meegenomen. Oh, je gaat ook lezen. Nee, niet zozeer. Ik heb ze... Hier maak ik me wel een beetje zorgen om. Hoezo heb jij zo'n grote pot vaseline bij? Ja. Wat ben je met mij van plan? Nu word ik zenuwachtig. Ja, nee, die heb ik nog van de X-Factor met Gordon. Dat is. Ik zal ook heel eerlijk zijn. Ik heb de aflevering teruggekeken van jou. En toen ging je pimpam petten. Toen dacht ik, ja, wat kunnen wij dan doen? Dit is wel meteen goed. Dit is wel een tof. Het is wel een tof boek, ja. Maar heb je daar boeken voor nodig om naar achter te komen? Ja, toch? Ik weet het niet, ja? Nou ja, nou, niet dat ik nu wel weet wie ik ben, maar... Het geeft me wel een beetje een overzicht over... mijn gewoontes. Maar dat is een oefening. Je moet je voorstellen dat het een begrafenis is. Je komt daarop aan, zie je het voor je, een begrafenis. En je ziet allemaal mensen bij wie je betrokkenheid voelt. En dan kijk je in die kist en dan lig je er zelf. En dan is er een spreekstoel. Wat ik veel hier. En dan gaan al die mensen waar je betrokkenheid bij voelt... Die gaan dan iets zeggen over jou. De bedoeling van die oefening is dat jij noteert hoe jij herinnerd wilt worden. En ik zou willen dat mijn kinderen zouden zeggen... Ik ga wel even liggen, dan ben ik, ja. Even, ja. Ben ik even Ali. Ja. Oké. Okay. Ik zou willen dat ze zeiden... dat ik er altijd voor ze was... Op die belangrijke momenten dat ze me nodig hadden. Altijd. Hier ga ik je daar op terugpakken, hè? Maar ga rustig door. Luister, ik zeg niet dat het me lukt, hè? Slet. Ik wil dat ze zeggen dat ik ze heb bij kunnen brengen. Dat ze ervoor kunnen kiezen. Om met het lot om te gaan. Door niet de schuld overal bij te leggen, maar vooral hun verantwoordelijkheid te nemen. Blijf puntig, dit wordt een beetje onsamenhangend, Ali. Om het verschil te maken of een bijdrage te leveren. En als mijn kinderen kunnen zeggen dat ik er voor hun was. En dat zij dit hebben begrepen, dit idee.
Het heeft een beetje net het verhaal van Jezus te maken. Dat hij een klap krijgt of zo op een kaak. En dat hij zegt... En dat hij zijn andere kaak geeft. Toch? Andere... Ja, wang? Wang. Niet dat ik dat zou doen. Of misschien wel. Maar hij toont in ieder geval de vrijheid die we hebben... om te gaan met de wereld zoals die is. Opeens zie ik het, Ali. Je bent bijna 33, dus de leeftijd waarop Jezus stierf. Je hebt mooie lange haren. We gaan de test doen. We gaan de test doen. Blijf staan, blijf staan. Blijf staan, ontspan je. Armen naar beneden. Ik vertrouw je niet. Armen naar beneden. Want jij bent Satan. Ga armen, weg. Armen naar beneden. Armen naar beneden. Ontspan je, ontspan je. Tony Jezus. Nee. Het was een test. Nee. Het was zo mooi geweest als je het wel was geweest. Nee. 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 Jezus verdient. Nee, maar het geeft niet dat ik je terugsla. Ik bedoel, natuurlijk. Het is meer wel alleen dat het een keuze is. Ja. Nou, als ik de knit, hè, dan haal ik hem heel rustig uit elkaar. En dan onthoud ik dat dat ook zo in het leven, als mijn leven een klit wordt, dat ik hem dan niet kapot trek. Maar dat ik dan even rustig blijf en dan kijk welk haartje er nou voor zorgt dat er een klit is. En dan met een beetje liefde heb ik mooie krullen. En dan wat vind je daarvan, dat ik zo denk? Het lijkt me zo... Het lijkt me wel heel erg vermoeiend. Dat is het woord wat bij mij in de boven komt meteen. Ik vind het ook een beetje... gemeen ook, dat je zo'n lang haar hebt. Ja. Er zijn allemaal Marokkaanse meisjes... Die een hoofddoek die moeten hoofddoek, die mogen hun haar niet laten zien. Ja. En jij gaat er een beetje mee te koop lopen. Ja. Het is een beetje alsof je bij een of andere iemand in een rolstoel... aan een vreugdesprong is gaat maken. Dat is gemeen. Ja, het is ook gemeen, maar... Het is ook gemeen dat heel veel moslims een baard willen... en niet hebben, terwijl jij atheïst bent... en of misschien niet helemaal een baard hebben. Ja, dat is het leven. Oké, heb jij een idee of wil je het aan mij overlaten? Nou, ik zou het mooi vinden als je iets zou kunnen maken over onze situatie hier. Oké, dat is tof, over hè? Dat we hier twee mannen die 24 uur zitten opgesloten met elkaar. Weet je hoe dat dan werkt? Ik ga er hard op denken hoe dat bij mij werkt, ja? Dat neem ik dan als prikkel, hè? Wij. Dan hou ik dat voor me. En dan wacht ik op de kreet die zich aandient. Ja. Laat ik zeggen, als we heel veel dingen aandienen... dan zie ik dat ook als zaadcelletjes... Maar er is maar eentje die door die baarmoeder heen kan. Dat is de sterkste. En die verdient het recht op een lichaam. Hè? En het lichaam is dan het liedje. Dus ik heb nu jou en ik. Dan moet je me even de tijd geven om te kijken wat voor kreet er in mij opkomt. Ja. Dat inspireren, hè? Dat je mensen wil inspireren. Ja, maar... Mensen energie geven. Ja. Maar krijg jij genoeg energie terug? Krijg jij net zoveel energie terug als dat je geeft? Weet ik niet. Ik heb een keer gezegd dat ik de zon wil zijn. Ambitieus. Ja. Huh? Ik dacht eerst nog alleen maar Jezus, maar nu al de zon. Ik ben benieuwd wanneer je een opperwezen wil zijn. Nee. Maar hier ga je weer, hè? Meisje, mag ik niet vertellen wat ik bedoel? Tuurlijk. En wat ik zo tof vind aan de zon... is die is geen enkele moment bezig... met, hey jongens, ik heb vandaag voor jullie geschenen. Het wordt wel tijd dat jullie me teruggeven. Weet je wel? Die weet niet beter dan dat hij elke dag moet schijnen. Al is het door de wolken heen. En hij schijnt. Hij geeft. Ja, want je bent natuurlijk... Dat is hartstikke mooi dat je de zon wil zijn. Maar je bent geen hemellichaam en je bent ook geen Jezus. Je bent wel een mens. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het je uitput. Ik weet ook dat je bent niet lang geleden ben je ook overspannen geweest. Ja. Ja, maar dat heeft ermee te maken dat... Als je de grens opzoekt, dan ga je er ook wel eens overheen. En het is nogal een ambitie om als de zon te zijn, om te geven. Ja. Kijk, ik wil natuurlijk een hele goede vader zijn.
Maar ik wil ook een hele... Ik hoorde je wat mijn zoontje zei daar. Papa was er altijd op die belangrijke momenten dat we hem nodig hadden. Maar weet je wat ik dacht toen je dat zei? Nou? Kinderen hebben hun vader altijd nodig. Ja. Gewoon de hele tijd. Ja. En natuurlijk moet je gaan werken, je moet geld verdienen. Ja, maar voor ik je zei gezin. Belangrijk momenten. Ja, maar dat geloof ik niet. Dat zijn theorieën van gescheiden ouders of vaders die het heel druk al hebben. Het gaat niet om die balletvoorstelling. Het gaat niet om die belangrijke... Het gaat juist om dat je er gewoon heel veel bent. Nee, maar cruciale momenten. Dat het gewoon momenten. Is dat je er bent. En niet dat het heel bijzonder is dat je er bent. Je hebt een zus. Daar hou je heel veel van. Mm-hmm. Hoe vaak zie je die? Eén keer in de maand misschien. Oké. Okay. Er zijn dus momenten dat je er heel vaak niet ziet. Ja. Maar er zijn van die echte momenten dat je elkaar nodig hebt. Gewoon voor een aantal... Weet ik nou, maar dat is bij een zus. Ik vind bij kinderen vind ik dat... Top, vind ik dat je gaat anders. Elke keer in mijn hoofd. Nee, dat vind ik anders. Dat is een bullshit, joh. Nee, ik zeg... Ja, maar ik heb het ook. Je hoeft je niet ik te vind, schamen. Maar ik vind... Nee. Ik heb het ook. Ik wil een ik goede... Ik schaam me helemaal ik niet. Wil ook een goede cabaretier zijn en een goede vader. En dat is bijna niet te doen. Ja, maar jij doet alsof ik op het punt sta om te vertellen hoe goed ik het allemaal doe. Nee, dat was ik helemaal niet van plan. Je laat me niet eens uitpraten. Je bent weer gewoon een... Je bent weer niet aan het luisteren. Toch weer? Vertel het dan, jongen. Ja. Dus, laat ik zeggen, je hebt de hele tijd bij je kinderen zijn... en je herken jij het verschil tussen de hele tijd te zijn... en dat ene moment dat je kind wordt gepest... en met niemand erover kan praten. Je ziet toch wel het verschil tussen die twee dingen? Die twee dingen zie je wel, dat verschil. Is goed, ik herken ook dus dat het gewoon als je kind niet gepest wordt... dat het ook belangrijk is om te zijn. En dat vind ik al heel erg ambitieus, om dat te realiseren. Is het toch niet ambitieus, dat is heel normaal? Het moet een vanzelfsprekendheid zijn als je ervoor kiest... om kinderen op de wereld te zetten die daar niet om gevraagd hebben. Ja, maar dat je er gewoon jij bent. Jij ziet allemaal situaties waarin ouders het altijd zijn. Nou, de levens waar ik bij betrokken ben, bij mijn vrienden. Daar waar ik vandaan kom, daar waar mijn omgeving, zie ik vooral het verschil. Ik zie vooral dat ouders het contact kwijt zijn geraakt met hun kinderen. Op dat soort belangrijke momenten. Heel veel dingen niet aan hebben zien komen. Ja. Dat zie ik. Dus ik probeer alleen te zeggen dat ik dat nogal een ambitie vind. Ik wil dat heel graag. Ik wil en vaak met mijn kinderen zijn, maar ik wil er ook zijn op die belangrijke momenten. Ja? En je wil je tv-dingen doen en je wil een rapper zijn. Je wil je tv-dingen doen. Maar ik zit je niet aan te vallen. Ik probeer helderheid te krijgen over die overspannenheid. Nee, oké, maar dan ben ik je aan het uitleggen. Als je me gewoon uit laat praten, dan hadden we nu al tot het punt kunnen zijn. Je praat te veel voor de ik praat te veel. Ja. Dat is mooi. Misschien moet ik het je zo vertellen. Dus wat ik probeer te zeggen... Kijk, nu hoe je mond houdt. Zeg het maar. Nee, dat zag ik nog nooit. Ik probeer niet alleen televisie te maken. Ik probeer televisie te maken waarin ik het verschil maak. Ik ben niet zomaar tv aan het maken. Ik zit niet zomaar bij The Voice. Sorry hoor. Nee, maar ik probeer je uit te leggen hoe ambitieus ik daarin ben. En waarom ik overspannen ben geraakt. Voordat ik bij The Voice zat, kon ik het gewoon niet hebben... dat muzikanten of zangers daar staan... zo kwetsbaar en iedereen mag alles van ze vinden... en zeg maar wat ik moet doen. Dus dan doe ik daar mee aan het programma. Omdat ik die talenten die eraan meedoen wil zeggen... kom op, waar sta je voor? Wie ben je? Wat wil je ons geven? Ik vind dit vind ik niet idealistisch, dat vind ik naïef. Alsof je bij de Koekoeksklan wil gaan om ze duidelijk te maken dat negers best wel oké zijn. Dat is toch helemaal niet... al die talentenshows, dat is toch helemaal niet liefdevol naar die talenten toe? Ik ben de laatste die daar wegloopt. Om 4:00 s'nachts. Als het programma is afgelopen. Omdat ik daar zit met al die talenten. En dan praat ik over wat ze willen. Probeer ik ze echt mee te geven. Niet dat ik de waarheid of zo bezit, de impact heb. Ik probeer naar enig geweten iets met ze te delen. Dus ik probeer je uit te leggen wat voor ambitie ik heb. Het was veel makkelijker voor mij geweest... als ik gewoon het programma uitzat en naar huis ging. En daardoor ben ik dus onlangs overspannen geraakt. Ik praat niet alleen hierover. Ik praat over dus dat ik ambitieus ben met mijn kinderen. Maar dat ik ze weinig zag. Ik heb het over dat ik dat programma wilde maken. Dat theaterprogramma wat ik nu maak. Al die ambities, die hebben me onlangs inderdaad genekt. Ja. En hoe is het? Ben je overspannen? Of ben je eruit? Nou ja, nu minder.
Dit zijn allemaal stemmetjes in mij. Dus laat ik zeggen, ik heb een zoon in mij, ik heb een vader in mij, ik heb een rapper in mij, ik heb een theatermaker in mij. En ze schreeuwen in mij. En nu schreeuwen ze niet meer, ze mopperen alleen nog maar. Want ik heb ze allemaal een beetje een zin gegeven. Ooit kijk ik naar je op, nu zitten we hier in een ruimte 24 uur. Misschien een manier om elkaar te leren kennen. In het begin was het wennen. Zou ik hier blijven of zo? Wat was de eerste rap die jij ooit hoorde als kindje? Weet je dat nog? Ik was in de klas, Flea Fla Flo. Ken je dat? Een juffrouw ging toen lesgeven in cadans. De Flea Fla Flo. Zullen we het doen? Ja? Ja, ik weet niet wat er gaat. Zij riep iets en wij moesten dat naroepen. Flea. Flea. Fla. Fla. Flea Fla. Flea Fla. Flea Fla Flo. Flea Fla Flo. Fiste. Fiste. Kumanari, 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 fiste. Kumanari, 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 fiste. Heksemine, salemine, oua, poalemine. Heksemine, palemine, oetsa, psoepalemine. Biblio, de dode, bobo, bediede daar, wat daar, je diede daar, pst, en toe. Ja. Dat vond ik zo tof. En ik was de eerste die dat echt onder de knie kreeg op school. Ja. En toen had ik dus mijn ding. Ik was namelijk niet sterk en niet echt heel knap of zo. Ik had nu een ding. Ja. Kun jij voorstellen dat jij straks kinderen, dat je kinderen 6 en 7 zijn en dat ze dan meer dan 6 of 7 personen kennen die in de gevangenis hebben gezeten? Kun je dat voorstellen? Nee. Maar echt met wie ze hangen in een buurt. Ja. Nou, dat was mijn leven. Ik kwam op het pleintje en er zitten gewoon mensen die hebben vastgezeten. En wat hadden die, wat voor delicten hadden zij dan gepleegd? Inbraken, overvallen, soms gewoon. Ja, meestal van dat soort dingen. En hoe verhield jij je tot die jongens? Was je bang voor? Zijn jongens? Nee, ben je niet bang voor. Het zijn jongens uit de buurt. Die doen mij niks. En hoe oud was jij toen, als je dit zo vertelt? 7, 8, 9. Jezus. 6. Weet je, daar overal woonde familie. Dus als een nomaad ging ik alle pleintjes af. Maar dat was best bijzonder. Daar begon het bruggenbouwen al. Ja. Want ik was samen met mijn neef, Otje, waren wij eigenlijk een van de weinigen, en ik nog in extreme vorm, die echt iedereen op alle verschillende pleintjes kende. Terwijl die pleintjes zelf niks met elkaar hebben. Die kennen elkaar niet en er is zelfs een bepaalde afstand. Dus kom niet op mijn plein, kom ik niet op jouw plein. Terwijl ik heen en weer ging van plein naar plein. En vonden jouw vader en moeder het oké dat je daar hing? Mijn ouders waren gescheiden. Dus mijn vader had geen benul van waar ik precies hing. En mijn moeder, ja, mijn moeder snapte niet wat daar aan de hand was. Mijn moeder. En je, waar was jouw pa dan? Ik ben in de rest van het land. Mijn moeder en mijn vader konden niet zo goed opschieten met elkaar. Om het zo te zeggen. Kun je hem wel, daardoor heeft mijn vader niet de vaderrol kunnen hebben die je hebt als je kinderen wel bij je wonen of als je ze regelmatig ziet. Maar zie je hem nog? Ik heb wel contact met mijn vader, zeker. En is dat oké nu? Zeker. Maar je hebt je vader vergeven? Als hij berouw heeft, wel ja. In ieder geval, ik zou hem willen vergeven. Dat is wie ik wil zijn. Maar heeft hij berouw getoond aan jou? Geen flauw idee. Ja. Ik denk dat als hij de keuze had om het anders te doen, of dat het anders zou lopen, dan dat hij dat geloof ik wel. Maar hij heeft niet gezegd, lieve Ali, het spijt me. Ik wou dat ik toen de vader voor je had kunnen zijn die ik had willen zijn. En het is me niet gelukt. Sorry, jongen. Nou, dat heeft hij wel gezegd, maar niet met die woorden. Ja, oké. Okay. En dan hoef ik die woorden niet te hebben, weet je. Nee. Als we het maar weten van elkaar. Ja.
weet zeker dat mijn vader spijt heeft. Zijn jouw zoontje besneden? Zeker. Dat meen je niet. Heerlijk. Nee, dat meen je niet, Ali. Ik vind het wel fijn, ja. En dat heb ik gedaan omdat ik er niet aan moet denken dat mijn moeder mij nog de keuze zou moeten laten om het nu nog te doen. Oh, maar dat, daar schrik ik echt van, weet je dat? Ja? Ik wou het eigenlijk niet eens vragen, omdat ik ervan uitging dat ja, je dat jij, nooit jij zou doen. Maar jij gaat ervan uit dat besnijden slecht is, of zo. Wat is het dan? Is besnijden goed of slecht? Wat vind je slecht. Besnijden is het verminken van iemand. Nee, je, hebt, je zoontjes heb je verminkt. Nee, joh. Ja, ja de kijk, ja. Dus dat snap ik wel. Ja. Als je dat ziet. Come on. Ik ben echt... Jij gelooft toch... Maar ik jij... ben heel erg blij met mijn besneden piemel. Ik zou er zo van balen als mijn piemel nu nog niet besneden was. Je hebt geen idee hoe heerlijk het is om een voorhuid te hebben. Ik vind het echt... Nee, maar ik vind het nee, echt... Ik vind die gigantische pis-eikel van je... Ik vind het echt hartstikke fijn... Dat mijn piemel besneden. Hoe weet jij hoe het is om een voorhuid te hebben? Je weet helemaal niet hoe het is om een voorhuid te hebben. Ik laat ik zo stellen. Jij weet ook helemaal niet hoe het is om besneden te zijn. Nou, ik ben toevallig half besneden. Ik had als kindje een te strakke voorhuid. Of een te grote eikel. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ik ben half besneden. Ja. Maar ik vind het heel kwalijk dat je je zoontjes verminkt hebt, ja. Ik hoop dat ze er net zo blij mee zullen zijn als ik. Ja, maar, jij gelooft toch, dat snap ik nooit. Jij gelooft in een intelligentie. Jij gelooft... Ja. In een God die ons geschapen heeft. Mm-hmm. Die heeft ons geschapen met een voorhuid. Mm-hmm. En die heeft in onze eikel, daarom is seks zo fijn, heeft hij heel veel tastcellen heeft hij gemaakt. Mm-hmm. We hebben daar heel veel tastcellen. Daarom is het zo gevoelig en kun je daar heel veel genot ervaren. Yeah. Als je die voorhuid weghaalt, dan raakt die eikel steeds je onderbroek of die raakt steeds allemaal dingen. Zodat de eikel ongevoeliger wordt en je minder genot ervaart. Je hebt ervoor gezorgd dat jij jouw zoons in hun leven minder genot zullen ervaren. En dat vind ik kwalijk. Ik denk niet dat ik minder geniet van seks dan jij, denk ik. Het is zo. Nee. Dit is zo. Nee, dit is helemaal niet zo. Zit je nou, maar hoe is het gebeurd? Wat gebeurt het in de ziekenhuis? Je lijkt wel een extremist. Jij gaat met messen in je kinderen snijden. Je bent een extremist. Ja, maar jij zegt, je bent met een voorhuid geboren, dus je moet hem laten staan. Dat is toch bullshit? Wat jij nu zegt is zo overtuigend. Als je het nou... Nee, maar dat is toch bizar dat je van mij een extremist maakt, terwijl jij... Nee, maar, is dat in een ziekenhuis? Nee, weet je wat het verschil is? Weet je waarom jij in mijn beleving... Ja, het gebeurt in een ziekenhuis. Weet je waarom jij... En gewoon, dat doen ze gewoon, een arts doet dat dan? Ja, een arts. Nederlandse arts. Echt waar? Ja, gewoon Nederlands. Is dat helemaal niet? Ja, gewoon en hoe doen ze dat dan? Een prikje verdoven en dan een prikje in je piemel. Ja. Maar waarom ik jou extremistischer vind, Nick. Dat is helemaal. Ik ga je vertellen. Ja? Ik zeg niet dat wat jij doet slecht is. Nee. Maar sterker nog, ik sluit niet uit dat het misschien klopt. Ja. Alleen ik geloof dat wat ik heb gedaan goed is. Alleen ik ga dat niet... met een mes maar... in je kinderen laten snijden, zonder dat daar... Ja, jij bent nu voor mij net zo erg als een moslim die zegt... je moet wel besnijden. Hoe voelt dat? Ja, maar jouw kinderen... Dat is toch naar? Ga weg, man. Nee, het is helemaal niet naar, want jij doet dat met je kinderen. Waarom kwaad wordt, is omdat... Omdat ik geloof dat mijn kinderen daar straks blij mee zullen zijn. Ja, maar je kan dat niet voor je kinderen beslissen. Je kan niet voor iemand anders beslissen dat er een stuk van je lichaam af wordt gehaald. Als ik het niet doe, beslis ik toch ook? Maar wat is dan de functie? Waarom moet een voorhuid er dan af? Laat ik even naar je gaan luisteren, inderdaad. Ik ben een beetje een hittepetit, sorry. Ik heb het idee... Ja, dat als je... Als ik een voorhuid had... En je moest het naar achter trekken of zo... Dat gaat gewoon vuil onder zitten. Dat idee heb ik. Ja, maar ik ben niet te lui om dat schoon te maken. Ja, nou goed. Nou, en misschien is het wel uit luiheid. Dan hoef je het niet meer schoon te maken. Kun je tenen eraf knippen, dan kun je geen zwemmersexcel krijgen. Nou, ik vraag me nou echt af, dan vraag ik me nu serieus af... Nee, of je nou echt zo bekrompen bent. Ja, maar wie is er hier bekrompen? Nee, jij echt ongekend bekrompen bent nu. Als je iemand zijn tenen eraf zagen... vergelijkt met het verwijderen van een voorhuid... dan is dit gesprek gewoon bijna failliet. Snap je? Ik zou liever mijn oor eraf willen hebben... dan dat ik minder genot ervaar in mijn penis tijdens de seks. Dat kan je zeggen. Ja. Het is hartstikke lekker. Ik geniet heel erg. Ik wil er niet te veel op ingaan, maar dat is genoeg genot over. Sterker nog, ik heb het idee dat mijn eikel gevoeliger is. Omdat, dat gaan we testen. Kom op.
Hey, maar zullen we een beetje de spulletjes bij elkaar grijpen van het eten en dan samen een beetje gaan kloten? Ja. Ja. Maar dus, wil jij dan het initiatief nemen? Dat ik jij dan ondersteun met te koken? Dat is ook eigenlijk ook altijd mijn rol. Ik denk dat we gewoon moeten kijken hoe... ik ben precies zoals jij. Als mensen aan mij vragen, kun je koken? Dan zeg ik altijd, ik weet het niet, ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb geen idee. Nee, echt niet, hè? Als ik hier alleen was, wat ik zou doen, is ik zou... Deze tomaten zou ik in de blender gooien. Dan zou ik dan broccoli bij gooien. En paprika en een beetje citroensap. Als je dan bouillon hebt of zo, dan gooi ik dat erbij. En dan zou ik dat opwarmen. Dat is dan mijn soep. Ja. Ja. Maar we hebben ook worstjes, volgens mij. Ja, ik vind dat niet het plan. En snij jij nou expres zo heel langzaam? Heb je haast? Nee, honger. Ik vind het wel lekker. Ik ook. Subtiel. Bloot jij veel? Heel veel. Hoeveel? Een tientje per dag. En geen voorgedraaide, maar... Nee. Ja. Dat is veel, ja. Hoe oud was je toen? Toen ik 13 was, toen kwam wel echt het eerste lachkik en vreetkik. En hoe kwam je dan aan dat geld? Een tientje per dag? Zelf niet verkopen. En gokken, dat heb je ook een tijd gedaan. Ja, fruitautomaten voornamelijk. Met je stoont gokken, dat was dan de roes. Ja. Ja, en als ik dan stopte met blowen, dan ging ik dan uit verveling gokken. En dan verloor ik en dan moest ik dat verwerken met een joint. Ja. Weet je wel. En is het ergste wat je voor dat geld hebt gedaan gedeeld? Of heb je ook wel eens ingebroken? Nee, het idee? Ergste vond ik is dat... dat ik af en toe mensen echt zag aftakelen. Mensen, als ik dan iets verkocht, drugs of zo, weet je wel. En maar verkocht je ook coke? Ja, ik heb ook... dat heb ik ook gedaan. Ja, ja dat is echt... Oh, klootspul, ja. Ja, toen heb ik ook iemand zien aftakelen. Dat was wel voor mij de druppel ook. Dus echt dat ik dacht, jemig, man. Die kwam toen op een gegeven moment met VHS-videobanden. En dat is erg, dat waren dus Disney-banden. Dus ik weet dat hij van zijn kinderen heeft gejat om daaraan te komen. En toen kon ik... toen kon ik niet meer met mezelf leven. Toen dacht ik echt van, jemig, man. Dit is wel heel erg. Een kopje koffie pakken. Ja. Wil jij koffie? Ja, thee. Maar waarom drink jij geen koffie? Nee. Ik heb er ooit reclame voor. Ik moet zeggen, wat ben je nou voor fan, man? Je maakt reclame voor koffie en je drinkt geen koffie. Ja, ik had toen geld nodig. Om te gokken? Nee. En toen zei ze, ja, we willen reclame voor koffie. Zei ik, drink geen koffie. Zei ze, ja, maar we betalen dit. Ik zeg, ja, het kan best lekker zijn. Zo werkt dat. Ja, ik weet niet. Ik schaam me ervoor, maar tegelijkertijd denk ik... Ik zou het zo weer doen. We waren net in het verhaal. Ja. Jij was verslaafd aan blowen en gokken. Ja. En dat hield op een gegeven moment op. Ja. Wilskracht... Ik denk dat wilskracht één ding is en ook bekennen. Dus ik heb mijn moeder verteld dat ik verslaafd was. Hoe ging dat? Ja, het is gewoon een dag dat ik haar geld had op balletjes in Amsterdam. Hoeveel geld was dat? Volgens mij 1200 gulden, volgens mij. Zo. En toen... Toen moest je aan haar vertellen dat je het kwijt was. Ja, dat was bij mijn moeder thuis. Ik weet nog dat ik...
mijn vensterbankje zat, zo, in haar achtertuin. En dat zij zich zorgen ging maken van waar ik bleef. Totdat ik echt hoorde huilen. In de eentje. Als je moeder alleen is en ze huilt. Ja, ik weet niet, ik spuugde volgens mij nog op mezelf ook nog, weet je wel. Van zelfwalging. En toen ben ik om het huis heen gelopen en toen... kreeg ik eerst een hoop gejank van waar was je? Ik maakte me zorgen. En toen zei ik, toen heb ik de waarheid verteld dat ik het geld had verbrast en dat ik... al jarenlang kamp met verslaving, terwijl ik er vanaf probeer te komen. Dus dat maakt me verslaafd, dus het me niet lukt. En gokken en blowen vertelde je allebei? Ja, allebei. En ja, dat was een hele liefdevolle reactie van haar. Zij wilde me meteen helpen. Dus zij begon niet... Terwijl je denkt altijd, ja, ze gaat je verwijten, ze gaat je... uitschelden, straffen, dat ze geen druk maakte dat ze er geld kwijt was of zo, maar vooral bezig was met het redden van haar zoon. En heel wanhopig heeft ze me naar mijn tante in Marokko gestuurd. Want waar zat je dan daar? In welke stad? Ceuta, Spaanse enclave in Marokko. Ik zit daar en weet je, dan wordt het makkelijker om te overdenken. Het lijkt wel alsof in Nederland ik ook alleen maar dezelfde prikkels heb. Hetzelfde bushokje waar je hangt, hetzelfde pleintje waar je hangt. En de complete Finex Almere, waarin alles, elk boompje geplant is en alles recht is en beton. En ineens kom ik dus in een omgeving met zee en bergen. Ja, ik wil niet heel spiritueel gaan doen, maar fuck, weet je, als je uit Amsterdam in Almere komt en je bent ineens... een paar maanden gewoon aan zee. Dan ga je ook nadenken over die zee. Je ziet die zee. Je denkt, een machtig gebeur. Is er meer dan mijn bekrompen wereld? Weet je wel? Dat is wel waar ik eigenlijk opnieuw... Weet je wel, tot die tijd ben ik altijd moslim omdat dit moest. Weet je wel, omdat ik niet beter wist of zo. Omdat ik zo was opgevoed. En dat is wel de periode waarin ik bewust... moslim ben geworden, waarin ik echt ook naar boven keek, omdat je bent in contact met God, met het universum, of hoe je het ook wil benoemen, maar met iets groots. Ik ervaar dat ineens en ik wel gezegd van ja, weet je wel, ik weet niet of ik het alleen kan. Ik weet niet of, weet je, ik heb het geprobeerd op meerdere manieren, maar weet je, ik heb gehoord als je iets vraagt en het is goed, Dan kun je er hulp bij krijgen. Toen heb ik gezegd, ja, geef me maar de moed. En de kracht om hier het beste van te maken. Dat is gek, hè, als je als je zo praat voor iemand, ik weet niet hoe dat voor jou overkomt. Sprak je die zinnen hardop uit? Ja. Dat was echt een bidden. Ja. Heb je een beeld van wie of wat je nu zou zijn als je daar niet uit was gekomen? Nee, ik kan me niet voorstellen. Heb je niet vergelijkbare jongens met wie je toen hing, die nu net als jij 32 zijn en die nog steeds blow en er niks van gemaakt hebben? Zeker, maar ik heb ook vrienden die vermoord zijn van mijn leeftijd, met wie ik ben opgegroeid. Ik heb klasgenoten en leeftijdsgenoten die mijn beste vriendjes zijn, die nu hoofdrolspelers zijn in het hele Amsterdamse liquidatieproces op het moment van. Maar ik denk niet dat het zo ver kunnen komen. Ik denk dat mijn geweten veel te hard schreeuwt om hem te ontkennen. Jezus, en die jongens, dat zijn nu. Zie jij die nog wel eens? Nee. Nu niet meer, nee. Denk je, als je ze wel zou tegenkomen, zou je die jongens kunnen coachen? Zou je die kunnen... Geprobeerd wel. En wat gebeurt er dan? Zit het te diep in? Zo'n programma, weet ik, hè? Dat begint met jou die hier rondloopt. En dan stel je vragen. Hardop of zo.
Toch of niet? Ja, dan mijmer ik over Ali B. Wat heb je gemijmerd? Mag ik het weten? Ik heb maar één doelstelling. Ja. Ik heb een tondeuze heb ik bij me. En wat er godverdomme ook gebeurt, dat haar van jou, dat gaat eraf. Is het niet goed schiks, dan kwaad schiks. Alleen als jij je deze week nog laat besnijden, gaat mijn haar eraf. Daar moet ik er heel even over nadenken. Ik ben letterlijk gehecht aan mijn voorhuid. Letterlijk. En waarom? Hey, het voelt toch niet als huiswerk, hè? Het is toch leuk om dit te doen? Hey. Ja, je keek even alsof het huiswerk was. Zo keek ik niet, zo keek jij naar mijn blik. Hm. Ja, leg het maar weer buiten jezelf. Oké, misschien keek ik zo, maar zo voelde ik niet. Ik vind dit leuk, ik vind het zo leuk. Ja. Ik zou dit fucking hele dag kunnen doen gewoon. Zal ik het gewoon proberen? Met wat we hier hebben? Ooit keek ik naar je op, nu zitten we hier. In een ruimte 24 uur, misschien een manier om elkaar te leren kennen. Wat gaat het me brengen? Wil ik blijven of wegrennen? Is wat ik mezelf afvroeg, terwijl jij jezelf vreemd gedroeg. Ik ben een vlotte prater, jij bent een The Voice of Holland hater. Wij zijn twee grote mannen, we praten over mij, ik was overspannen. Toen ik binnenkwam, was ik zenuwachtig. Jij ook, je leek op een man van 80. We hebben het over mooie dingen en dat het lijden is voor een kind die slachtoffer is van een besnijdenis. Het liefst gooi je mij door een voorruit, omdat ik begin te knippen in een voorruit. Ik zeg, tuurlijk hou ik ervan om daarin te knippen. Maar jij begon te flippen en te trippen. Iets wat ik trouwens al wist. Je gedraagt je als een extremist. Iets wat jij niet begreep. En je kneep mij niet. Nee, je gaf me een klap. Het leek even op mijn grap. Maar ik pikte het niet en ik zette die stap. Om jou er eentje terug te geven. Ik gedroeg me als een schoffie. Maar dan in een commercial maakte reclame voor koffie. Ja. Het kan wel doorgaan, hè, zo. Ik vind het heel heftig wat jij vertelde. Dat er vrienden van jou van vroeger, dat die echt vermoord zijn. Ja. Die zijn doodgeschoten. Ja. En waarom? Afrekening. Ik woonde in de Pijp. En had ik twee vrienden in Oost en in de Pijp. Die kenden elkaar niet. Zoveel jaren later zijn dat een soort van kopstukken in een heel groot soort van Holleder-achtig verhaal. En dat het vijanden van elkaar zijn geworden. Mijn vriendjes van vroeger. Eentje leeft nog, eentje niet meer. Vanaf 2009 of zo zijn er drie jongens uit van het pleintje. Man, ja. Wat verdrietig. Ja, voor mensen gaat er iemand die niet op zichzelf heeft afgeroepen. En voor mij gaat er een jongetje met wie ik ben opgegroeid. Naar schoolreisjes. Dan ging je op schoolreisje, dat was leuk. En dan liep je ergens rond in een dierentuin en dan kreeg je formulieren mee en dan moest je allemaal vragen beantwoorden. Ze wilden controleren of je wel oplette, maar daardoor kon je niet goed opletten, omdat je die formulieren in moest vullen. Jee. Schoolreisje was wel leuk, hè. Het is wel een keertje dat ik niet mee mocht, hè. Vind ik het nog steeds heel erg, vind ik dat. En waarom mocht je niet mee? Omdat ik niet die 25 gulden kon sparen. Over het hele jaar. Nou, dat vind ik wel heel erg. Vind ik heel zielig voor dat jongetje dan. Weet je wel, dit toen was. En toen waren al je vriendjes die waren op schoolreisje. En jij zat thuis.
Nee, ik zit niet thuis. Op school. Nou, ik zou het nooit over mijn hart krijgen om een kind zo te laten staan. Ik moest ook echt uitzwaaien. Nee. Niet moest, maar het... Het gebeurde dan wel, weet je wel. Maar deed je dat dan zelf? Een beetje voor het dramatisch effect, om het erger te maken? Ja, misschien in de hoop dat ze zouden zien hoe moeilijk het had. En dat zouden zeggen, ja, weet je, maar kom maar mee. Volgens mij zag ik het medelijden ook in iedereen's ogen. Nu nog steeds voel ik het. Heel zielig. Vond ik mezelf daar. Als kind, weet je wel. Ik dacht van, ja, maar wat kan ik hier nou aan doen? Dat is zo'n teringstreek wat je nu doet. Heb je, weet ik veel, gezondheid, bestand, liefde. Is er nog meer dingen die je wilt? Dus het was mee. Wow. Hey. Ik vind het toch wel echt... Heerlijk. Die honing was toch een goed idee. Ja. Ja. Als je nou in zo'n ruimte bent, hè? Hier. En je weet niet waar het oosten is. Hoe moet je dat dan doen? Is het heel erg om een andere kant per ongeluk uit te bidden? Nee, als je niet weet waar het is. Lijkt me niet. Leer het mij eens. Nou, we zeggen dat dit het oosten is, toch? Ja? En dan, ja, ik weet niet of jij... Kun jij het met de intentie? Kun jij een God aanbidden? Kun je dat? Ja, ik ben geen gelovige. Ik kan niet net doen alsof ik een gelovige ben. Ja, dan wordt het toch gewoon... Dan wordt het na de warming op gewoon rek- en strekoefeningen. Ja, maar er staat mis mee. Is ook goed. Laten we dat dan gewoon doen. Hey. Ja, jij zegt... Je doet... Allahu Akbar, God is de grootste, zeg je dan. En dan lees je een Korantekst op en dan buig je voorover. Dan zeg je iets twee of drie keer. Subhanallah al-Adim. Ja, ik weet niet precies hoe je dat vertaalt. Het is, God is groot, maar een andere variant. En dan ga je omlaag. En dan doe je weer iets zeggen. God is de allerhoogste, bijvoorbeeld, hè. Dat je dat ervaart, iets liefs. Die zegt iets liefs tegen God. Ga je zo, en in deze houding kun je om vergeving vragen voor jou en de mensen. En dat 5 keer per dag. Ja, zoals een oplaadding. Hebben we wel eens van die spelletjes gespeeld dat je dan... dat je bonus dingetjes kunt pakken en dat je dan weer een beetje power krijgt of zo? Ja, zoiets. Zo voelt het naar de hand. Ja. Heerlijk lijkt me dat. Om... Ja. Ik weet niet of iedereen het zo ervaart, hè. Er zijn ook heel veel die het doen omdat ze bang zijn dat er anders iets gebeurt. Die zijn ook niet echt aan het bidden, die zijn vooral aan het bang zijn of zo. Ik heb meer dat ik het ervaar zoals ik het zei. Als je dankbaarheid voelt naar... Ja, maar dat is het raar, want dat begrijp ik... Op een of andere manier vind ik dat heel begrijpelijk en heel... Zinvol om je bewust te zijn van hoe dankbaar we moeten zijn dat je überhaupt leeft en dat er dingen groeien aan bomen en sapjes. Ja. Dan wil ik bijna wel, ja, dan wil ik wel meedoen. Dat snap ik wel. Ja. Je hebt een baard, dus. Ik heb een baard. Je moet alleen nog besnijden. Nee, weet ik wel, dus moet. Soms heb ik wel eens gedacht, ja, maar moet ik het niet loslaten als er mensen zijn die het uitvoeren op een manier, weet je wel, wat niet strookt met hoe jij het ervaart. En dat nou de mensen zijn die de meeste aandacht krijgen, als Assad. En gadverdamme. En hoe kan dat? Dat kan toch niet? Ja, die zit op een bepaalde manier bij dezelfde club als jij. Nee, die zit echt niet bij dezelfde club. Dat is echt niet, weet je wel, dat is bullshit. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet, zoals ik het ervaar, dat je dat doet, weet je, 5 keer per dag of zo. En dat je daarna zegt, ja, doe maar die kinderen daar even doodmaken. Dat gaat toch niet? En dan denk ik, ja, moet ik nou
Hoe zeg je dat? Aan afvallen? Of is het niet gewoon beter dat hij gewoon ermee kapt? Mm-hmm. Maar dat is wat er gebeurt als mensen fanatiek worden, toch? Dan is er een clubje waar je dan bij hoort. En de mensen die daar niet bij horen, die zijn dan heel snel minder waardig. En nou, die... bedoel je, als je heel fanatiek vergevensgezind bent, dat kan toch nooit echt heel erg worden of zo? Of fanatiek barmhartig? Nee. De vraag is, ben je moslim als je niet functioneert als een moslim? Als moslim betekent dienaar van de meest barmhartige. En op het moment dat je niet dient, en op het moment dat je zo niet zo functioneert, ben je dan... Weet je, ben je timmerman als je alleen een diploma hebt, maar voor de rest van je leven alleen brood bakt? Of ben je dan gewoon een bakker? Ja, op een of andere manier heb ik wel het idee dat je weet waar je mee bezig bent. Nou, het idee heb ik bij jou ook wel. Het is wel grappig hoor, wat er gebeurd is de afgelopen 24 uur. Ik dacht wel heel erg positief over je, maar ik was ook wel, deels was ik ook wel sceptisch hoor, over jou. Je hebt mij dan totaal ingepakt. Echt, ik geloof je. Ik geloof ook dat je... Ik geloof ook in je goede intenties bij The Voice of Holland. Ik denk dat je ook een hele goede coach bent. Ik denk, je kan mensen echt inspireren, jij. Dat is wel heel bijzonder. Je hebt mij ook geïnspireerd. Ja? Ja. Dat is het ding, ik hoor dat wel, omdat ik daar wel... Als je dat zegt, al is het maar een klein beetje... Dan heb ik het idee dat ik de route bewandel, weet je wel, naar mijn kist toe. De route die ik wil bewandelen, weet je, dat ik ongeveer ben wie ik wil zijn of zo. Of datgene bereik of zo. Nou, voor mij is het natuurlijk heel jammer. Ik had gehoopt dat ik je had kunnen ontmaskeren. Dat je toch een bedrieger zou zijn, een manipulator. Maar het beeld wat bij mij echt helemaal overblijft is... Je bent helemaal niks veranderd. Je bent nog steeds dat ventje dat van pleintje naar pleintje gaat. Ja. En overal welkom is en geaccepteerd wordt. En overal lekker gaat zitten praten. En zegt wat hij ervan denkt. Ja. Ik krijg dat ook gewoon eigenlijk wel van de mensen van vroeger terug. Dat je niet veranderd bent. Ja, dat ze wel zien of zo, dat wat we toen beleefden, dat het nu op een andere schaal is of zo. Ja. Maar dat het wel ongeveer hetzelfde is. Ja, ik lag wakker vannacht en toen dacht ik van... Dat ventje heb jij gewoon helemaal weten te... En met een soort mentale voorhuid heb je dat weten te beschermen. Mentale voorhuid daar... ben ik ook voorstander van. Vind je het een mooi land, Marokko? Ik heb maar een klein stukje gezien. Wat mij heel erg opviel, ik wist niet dat het... Ik vond dat gedeelte waar ik was, viel me op dat mensen zo arm waren. Dat wist ik niet zo goed. Ja, ik had graag nog een soort van outro willen doen of zo, maar ik moet echt weg, hè? Ik moet echt weg. Oké. Okay. Plezier. Hè? Nog eentje. Oké. Okay. Nou, veel plezier. Te kijken, dankjewel, hè. En veel succes met je andere gasten. Het wordt nooit zo leuk. Waarschijnlijk of interessant. Of... Het is echt... Ah, ben jij dit? Ja, dat mag ik hopen van wel. Pijn? Nee, maar gewoon jij. Als je mij leuk vindt, wil ik dat je mij leuk vindt in echt in alles wat ik ben. Nee, dat kan echt niet. Nee, ik voel me nou heel vies nu ik dit verteld heb. Ja? Ja, wel een beetje, ja.